van de boksen, dat snap ik. Nee, maar goed. Nee, dit weten we de ketsplaat doen hoor. Ja, kijk, dit kun je altijd uitknijpen, zo. Zie je dat? Zo krijg je er altijd wel uit. Het gaat erom, als je normaal in de hand pakt, moet je niet te veel uit kunnen knijpen. En als je zo doet, dan wordt je hand weer relatief schoon. Dan is die 20 euro. Nee, dan is die bokswaardig, zeg maar. En je bent niet bang voor ziektes in die boksen? Het product, laat ik zo zeggen, er zijn onderzoeken geweest, Amerika met name. Kijk, Bo heeft ooit FAN overgenomen, dus dat is 45 jaar ervaring. Ja, ja. Niet alleen met Insoy, je kijkt gewoon, als je kijkt, er is een onderzoek geweest van de Cornell University onder andere. Daar zie je dus dat op dag 0 heb je inderdaad meer ziektekiemen. Ja. Maar er zijn andere soorten boksbedekking die op dag 5, 6. Zeg maar, dan zie je bepaalde bacteriën afnemen, bepaalde bacteriën toenemen. De ervaring met de gebruikers is eigenlijk heel simpel. Koekoffer, als je praat over, als je koekoffer kiest, je maakt ervoor een keus. Gaan we naar matten of gaan we naar een matras toe? Of gaan we naar diep strooisel gaan? En dan kunnen we naar zand. Zand, super voor de koe. De rest is ook bekend. Nou, als we dan een alternatief kijken, en dan moet je gewoon kijken van nou, wat zijn het mogelijkheden. We hebben bij ons een buurtbedrijf die melkt op het moment dikke 200, zeg maar. De koekoffer had er niet gewonnen, maar die moest zeg maar, bedelen om zaagsel. Die zat op 91 cent per liter melk, of 0,91 cent per kilogram melk aan zaagselkosten. Die zit nu op 0,35, 0,33 ongeveer. En uierontsteking, niet meer, maar ook niet minder. Dus gewoon, dus je gaat bij diepstrooisel, als je een diepstrooisel gebruikt zoals die bedoeld is, met de huidige omvang. En bijvoorbeeld, even, ik heb zo rekening voor 140 koeien, dan is 10.000 euro aan zaagselkosten een extra pats. Nou, dan kun je voor een 1000 of 5,5, 6, afhankelijk van hoe je installatie is, hoe je situatie is, zo heb je jaarkosten zo'n mes kunnen scheiden. Daar zit dan energie in, er zit rente in, er zit afschrijving in. Dus, Maar als dit een tijdje wil leggen, dan geeft dat niet dan als opstroot, dan moet er geen druk vers hebben zetten zo. Green bedding, dat zijn 4 spelregels waar je aan moet houden. Ja. Minimaal 30% droogstof. Vers, dus dat wil zeggen, nu scheiden is vandaag nog in de box. Kijk, dit spul, dat moet eigenlijk, dan zal er vanavond maar dat nog in de box zitten. Dan moet je niet wachten tot morgen. Dus wat betekent dat? Zeg ik altijd woensdag aan, 11 uur de scheider aan, tijdklok, zoveel uur draaien, om en nabij. 30 kuub voor 100 koeien. Moet je ongeveer, dus 30 kuub mest moet erin om voor 100 koeien bokstroos te produceren. Dus we hebben dan gaat minimaal 30% vers. Maximaal 1 keer in de week. Dus opbouwen, niet in 1 keer volkiepen. En 6 tot 8 centimeter. Nou, goed doen de klanten van Koosdam, die laten er zijn er een paar, die hebben het erin gekomen. Die laten het goed doen. Ja, alleen wij zijn, omdat er geen ervaring is met inkuilen, ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar de ervaring is er niet. En er vindt wel een omzetting plaats. Ja. Dus, het kan maar zo. Ja, oké, maar het is... Nou, dit is natuurlijk niet te doen als je dat strooisel in je boksen en dan aan het loonwerk. In het loonwerk loop je dat niet voor. Dan ga je niet redden. Nee, maar wat je wel ziet is met de machines die we verhuren, dat ze heel vaak voorlopen. Als jij zou zeggen van ik wil in gaan strooien, dan lijkt Koos 3 of 4 keer komen en dan heeft het gezien en dan weet je of het gaat en of het goed wil, et cetera. En vervolgens wordt het dan geïnvesteerd in de eigen installatie. En dan waren we het nog. Nee, maar op dit moment zit je nog in een marktsituatie. Ja. Dat de vraag vele malen het aanbod overtreft.